Hoofdstuk 2, vergelykings en ongelykhede. Ons gaan nou een vergelyking vind as die antwoorde gegee is. Die vraag is, vind die vergelyking met wortels 13 en minus 5. Onthou dat die woord wortels beteken die antwoorde wat die som gehad het. So ons het een kwadratische som gehad en sy antwoorde vir x was gelyk gewees aan 13 en sy ander antwoord was gelyk gewees aan minus 5. Ons gaan nou basis in trierad werk. As daar een antwoord van 13 was, dan moes daar een haakje gewees het, x minus 13. En as daar een antwoord minus 5 is, moes daar een haakje gewees het, x plus 5. En dit moes doodlogies gelyk gewees het aan 0. Al wat ons nou doen is ons mal die haakjes uit. Dit geef ons x kwadraat minus 13x plus 5x is minus 8x. En minus 13 mal 5 is minus 65 gelijk aan 0. En hier het ons een kwadratische vergelijking waarvan die antwoorde 13 en minus 5 sal wees.